Goeiedag, welkom bij Pingepangepongen, koken met je magnetron. Het zou wel een over zijn, weet ik veel, maar het is een magnetron van Samsung. Waar ben ik? Jullie denken, goh, die keuken is weer veranderd. Nou, ik heb de bouwmarkt eens opgezocht. Ik denk, ik ga eens even daarheen. En toen kom ik iemand tegen, man. Echt waar. Hij is dik, heb een bril op. En hij zegt, ik wil weer rotonde. Op een rotonde, tonde rij ik rond. En ik kwam nog een jonge dame tegen. De vriendin van John. En die is helemaal gek geworden van zijn nummer. Ja, ze zeggen, ik draai hem iedere dag als hij er niet is. Maar wat gaan we doen? We gaan bij jou koken, hè? Ja. En wat gaat het vandaag worden? Het gaat vandaag Chicken Tonight worden. Chicken Tonight. En hoe laat is het nu? Het is nog niet tonight. Nee, klopt. Dus daar klopt hier niks van. Nee. Dus het was een ticket today. Evening ticket to the trippings. We gaan de ticket to the tripping. Wat ben je nou aan het klaarmaken? Je hoort allemaal geknetten. Dat is niet John die aan de chip zit. Wat de maag natuurlijk is. Hallo. Dat is John. Van de rotonde. En mijn Anne-Marie. Ik wil dat ik jou nooit meer zie. Weet je wat het zijn? Nee, zijn nummer. En dat is geen Anne-Marie, hoor, dames en heren. Dat je denkt van, oh, is die toch terug? Nee, is die weg. Hij is bij dat ze eindelijk weg was. Nou, wat gooi je er nog in, dame? Ik gooi er dan roerbakgroenten in. Roerbakgroenten. Terug dat zakje. De mensen moeten kijken. Hoe komt ze nou aan? Nou, dat komt. Kijk, dat staat hier, hè. Ze heeft zelf niet gesneden, dames en heren. Ja, dat kan toch niet? Ze moet vanavond weg. Ze moet iemand aankleden. Dus ze bent nu aan het roeren. Ja, aan het roeren bakken. En aan het bakken. Dus ze roert en ze bakt tegelijk. En wat zie ik hier? Ze doet ook toven van Tita Tovenaar reis in. Want dat kun je toch, hè? Tita Tovenaar. Tita Tovenaar. Hoe gaat het dan? Ja, dat weet ik niet meer. Weet je, te lang geleden. Zegt ze tegen mij, joh, die ken ik. En dan gaan we het samen zingen en dan kent ze het niet. Nee. Dat is mijn vader, heeft een lasje toverijs. Het is waar een toverijs. Hé, wacht even. Klinkt nog wel goed ook. Je ziet wel een mooie in het Spaans gekleed, vind ik. Señorita, por favor, que está bien todo, señor Holanda. Jaren 60. Oh, 60. Oh, dan kom ik in een winterwolle trui aan. Uit Lapland, is niet te geloven. Maar ze is lekker roeren, kippen, tonight. Er hoort natuurlijk wat roer met bak met saus bij. Oh, er zit nog stukjes vlees in, zie je dat? Dus dat hoef je er ook niet meer bij te doen. En er zit ook al rijst in, dus hoef ook. Dus je hoeft alleen maar dat hele pot erin te gooien. Ik zal het maar niet doen, want dan krijg je een teringzooi. Maar dan doe je dat, doe je potje open en dan gaat ze zo meteen. Dat doet ze, doe je nou nog niet, hè? Want het moet. Hoeveel minuten bakken? Nou, we moeten nog wachten tot het water kookt. Oh. En dan moet de rijst erin. En dan moet ook gemiddeld 8 minuten moet dat nog koken voordat het gaat. Oh, vandaar dat het natuurlijk chicken tonight is. Dus we eten dus rond een uur of 12. Ja, het ligt eraan. We zetten gewoon de klok iets voor. En dus dan kijken we gewoon even naar de klok. En dan komt alles wel goed. Dus ze is nu niet aan het roeren, maar het moet af en toe wel gaan roeren, anders blijft het plakken aan de plakken. Plakken. Dus wat heeft u al gehoord? Ze heeft de roerbak Italianen mix erin gedaan. Ze heeft lassi. Dan moet je niet denken aan de hond, want het is geen hondenrijs. Maar het is gewoon lassi toverijs, plukt op tijd. En natuurlijk de roer, saté's, saus met bakken. Nou, er zit alles in, dus maar ze gewoon toch extra in, zei ze. Dan kan je ook natuurlijk de bietenketellap erin doen. Oh nee, smelbatoos is om een beetje knapperig te maken, hoor, toch? Ja, kan. Kan. Nou, dus je pakt een kan. Als je geen kan hebt, dan moet je iets anders pakken. Maar als je geen kan hebt, kan dat er ook in. Nou, en dan hebben we ook nog voor natuurlijk om van beetje Italiaans, maar ook weer een beetje chais te doen, hebben ze er natuurlijk ook pinda's bij gedaan. Toch? Pinanuts. Dus als je pinanuts ook bij wil hebben, moet je dat gewoon bij doen. Heb ik alles gezegd wat je moet doen en zo? Ja. Dus de mensen kunnen niet meer denken van, ik heb iets verkeerd gedaan. Nee. En het is na te lezen op pagina 888. Wilt u bellen, kunt u telefoonnummer 06-54-43-9876 voor al uw recepten. Nou, hier is het al het 20e recept. Dit was het even weer voor pingepangepongen. Een rustige pingepangepongen. Want ja, als ik echt gekoken word,
dan is hier een teringzooi. Maar ja, bij Johnny is het altijd netjes, toch? Ja. Ja, dus daar kunnen we geen teringzooi maken. Nee. Dus dat gaat dan over. Nou, dames en heren, dit was weer even pingepangepongen vanuit... Wauw. Wauw, mooi hè, mooi. Wauw, is wel gezellig. Wauw, wauw. Wauw. Oh, het is een plaatsje wel. Oh, het is een plaatsje wel. Ik denk, wauw, ze zegt, ze vindt me mooi. Ze zegt, wauw, wauw. Nou, dit was het weer voor in plaats van wauw. Tot de volgende keer bij pingepangepongen. Bakken, roeren is al begonnen. Bij onze vriendin... Miranda. En onze... John, die kookt altijd. Hij zei, ik bak altijd, laat mijn mesje maar even lekker bakken. Nou, hij is gewoon lui. Nou, dan... Nee hoor, jongen. Nou, veel plezier. Wij gaan groeten nu. Ik doe het even zo, dan kunnen we met z'n allen drie even erop. Dat John komt er eens even bij, zo. Is niet rond, hè? Nee. Dus niet rond. Dat is een leuk nummer, hè? Zal ik het zingen? Ja. Ik draai rond op een ronde rotonde. Op een rotonde, tonde, tonde, draai ik rond. Ik draai rond op een ronde rotonde. Op een ronde, tonde, tonde, draai ik rond. Tot ziens! Hey!